De laatste bestraling is vandaag. Een Arabische serenade krijg ik. Want ik ga haar opnieuw ten huwelijk vragen om haar te laten zien dat zij nog steeds alles voor mij is. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatties, welkom bij weer een nieuwe video. En dit is weer een hele mooie, want de laatste bestraling is vandaag. Fase 3 wordt afgesloten. Wat fijn. Sergio wil ook nog even openen. Heb je wel alleen geopend? Ik heb even gewoon alleen geopend. Een beetje spectaculair ronddraaiend in de zon. Ja. Loop je een beetje mooi filmpjes te doen zonder mij. Ja. Ja, jij ging Jesse Silver gedag zeggen. Toen was hij gelijk weer van de leg. Ja, dat klopt. Ja. Hij is een beetje aanhankelijk. Maar dat is hartstikke leuk. En de zon schijnt. Ook leuk. Eigenlijk. Ook fijn. En Sergio die kon toch lekker mee met mij. Ja. Naar mijn laatste bestraling. En zoals ik al zei, dat is toch weer een afsluiting. Ik had het niet willen missen. Fase 3 noemen we dat dan maar. Want de eerste was de chemo's. En de tweede was de operatie inclusief amputatie reconstructie. En de derde fase was de bestraling. En daar heb ik er dus alweer 14 van achter de rug. En eigenlijk zonder klachten gewoon. Dus ik hoop dat het nog zo blijft. Want het kan dus, zoals ik al zei, 2 weken nog doorwerken. Maar ik ben hier al hartstikke blij mee. Ja, grandioos. En dan gaan we daarna over naar de chemopillen. Maar ik weet nog niet precies wanneer dat gaat beginnen. Maar dit kunnen we lekker afsluiten. Kom mee! Succes, baby! A few moments later. Bye bye. Dit was het. Stickertjes zijn er ook af. Oh ja, tuurlijk. I'm free. En dan nu een tatoeage. Toch lief, ik krijg gewoon een Arabische serenade krijg ik. Gewoon voor mijn laatste bestraling. Dat is lief toch? Ja? Ja, echt waar? Ja. Ze denken ook, ja, nu hebben we lang genoeg gespeeld hoor. Wanneer komt die bruid nou eens naar beneden? Jezus! Jezus! Hier staat de bruid uit, hè? Ja, maar... Hey, dat was wel weer mooi getimed. Ja. Precies, als wij altijd. Nou ja, er zijn ineens bloemen gebracht vandaag. Wat lief! Van wie zijn die? Veel liefs. Veel liefs. Oh, die is voor mij. Even kijken. Yeah, de allerlaatste bestraling is een feit. Lieverd, wij denken aan je en hopen dat dit de allerlaatste behandeling was. En nu alleen nog maar herstellen en het laatste stukje van de marathon. Dikke kus en knuffels, Vincent, Ellen en Charlie. Oh, dat is lief. I love you so much. Dankjewel. Zo, we zijn in Kijktuin, want schoonmoeder die is lekker een nachtje hier. Zo. Oh, ik hoor, ik word gebeld door mijn schoonmoeder. Ja. Oh, echt? Komt oma jou halen? Hartelijke feestje dit, ook met jouw verjaardagje, hè? Hoeveel jaar ben jij geworden? 3 jaar. Oh, zo, 3. Hey, ja. Oh, kom maar even kijken. Dag, lieve patatties. Ik ben een beetje buiten uit. Ik moet even op adem komen. Want, zoals jullie weten, zijn René en ik al heel lang verloofd. En is er trouwen nog niet van gekomen. Zoals jullie ook weten, heeft René borstkanker. Sinds een half jaar. En zijn we door een hele zware periode gegaan.
om die soort van af te sluiten, vandaag de laatste bestraling gehad, heb ik iets op het strand neergezet. En René komt er nu bijna aan. Want ik ga haar opnieuw ten huwelijk vragen om haar te laten zien dat zij nog steeds alles voor mij is. En dat ik nog steeds zielsveel van haar hou. En dat er voor mij helemaal niks is veranderd. En we gaan een mooi liedje zingen samen. Ik ga de fakkels aansteken. En dan ga ik ze appen dat ze naar beneden mogen komen. Spannend! Gaat ze het doen? Ja, die eerste die gaat weer heel te uit. Zo moet een hele hartje worden. De wind nou ook eventjes stil houdt. Ja, oké. Daar staat de muziek, daar kunnen we zingen. Nou, het brandt. Ik hoop dat ze een beetje aanblijven. Daar komt ze zo meteen naar beneden. Oké. Gaan we de muziek wachten tot ze beneden is, of wat? Oh, hij gaat zingen. Oh jee. René. Wie staat er? Kijk wie daar is. Wie staat daar? Papa en opa Gino. Ben jij van mij? Ze gaan altijd koken tegen. Het is zonde. Ik ben af en toe de weg weer kwijt. Maar waar ik ga, het maakt niet uit. Je weet me steeds te vinden. Jij helpt mij er doorheen. Totdat de zon weer schijnt. Ik leef mijn droom. En jij bent het licht. Zijn het op mij. Want jij bent het antwoord. Op elke vraag. Jij bent het lichter. Als het donker maar te laat. Jij bent de leugen. Langs elke trap en wonder boven wonder, ben jij van mij. Niemand in de wereld voelt mij aan en zegt mij nou zo mooi als jij dat kan. Jij ziet mij.
nou gewoon de echte artiest geregeld. Ja. Ja. 4,5 jaar geleden vroeg ik jou of je wilde trouwen. En daar is veel te veel tussen gekomen. En er is heel veel veranderd. En ondanks alles wat er gebeurd is met jou, ben jij nog steeds alles wat ik durf te dromen. Niet durf te dromen. Ik durf het niet te dromen. Jij bent alles wat ik wil. Hé, hey, schat! Kom erbij! Ja! Joh. Ja! Voor mama. Oh, heb je een cadeautje voor me. En dan vragen wij nog een keer. Ja, tuurlijk. Ik had het al niet gevraagd. Ik ben betrouwd. Mama zegt ja. Joe! Kijk. Joe! Geweldig, ja! Dankjewel! Samen met die anderen dan weer niet zo zonde. Echte parelmoer. Wij zaten te bedenken dat wij zo willen. Ik wil graag komen hier. Ja, gezegd niet dat ik twijfel had, maar ja, het is toch even een momentje dat je denkt van, ze kan nog terug. Ja, nou is het geen tweede keer moeten vragen natuurlijk. En nu gaan we lekker eten. Ik hoop dat de bruiloft nog snel komt en niet dat het nog 4 jaar gaat duren. Nee, ik ook niet. Dus salute. Proost. Ik kan er niet bij. Proost. Jesse die zit nog lekker aan een frietje. En in de tablet. Eindelijk is hij een beetje rustig. Vader zit aan zeebaars met kalfsje. Zeebaars. Net als ik. Precies, nee, maar het gaat niet. Meetje heeft een lekker kanibal. Rende lende. Is het lende of is het ellende? Nee, dan moet het doen in maar. Rende ellende. Elsje heeft ook een lekker rende lendje. Lekker? Nou. Oh, dan moet hij terug. Nee. Nee, dat is wel goed. Mama heeft een hamburgertje. Ja? Ja, ik wil wel proeven. Goed kan wel zijn. Dat mag zeker warmer inderdaad. Maar hij is wel goed gebakken. Ja. Lekker thuis. Oh, sorry. Hier heb je een neus in je oog.
Love you, baby. Love you. We hebben heerlijk gegeten. Maar dat mag de pret niet drukken. Dat slaan we gewoon over. Ja. Het is gewoon super lief van jou. Je bent de allerliefste. Jij bent de allerliefste. Nee, jij. Oké. Nou, lieve mensjes. Wij gaan eventjes slapen. We hopen dat jullie hebben meegenoten. En ja. Benieuwd wat jullie weer van deze vlog vonden. Mijn dag kon in ieder geval niet meer stuk. Ze zei weer ja. Nog steeds. Ja. En ik vind het eigenlijk wel leuk om te horen hoe jullie gevraagd zijn of gevraagd hebben. Ja, dat is een leuke. Ja. Als jullie getrouwd zijn, ja. Dan ben ik ook wel heel erg. En hoe jullie getrouwd zijn. Dat is misschien wel leuk voor inspiratieplannen. Huh? Zeker. Buitenlandse locaties mogen ook. Ik luister het, ik hoor het allemaal aan. Huh? Zeker. Italië of zo. Zeker. Het gaat nu niet zo goed met de crypto's. Dus, Ja, dat komt wel. Vonden jullie dit een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. En zien we jullie heel graag weer bij de volgende video. Ja. En dan zeggen we voor nu tot snel. Tot snel. Ciao. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me.